tablets zijn tegenwoordig natuurlijk helemaal hot. En sinds een paar weken is bij de Makro de V-Tab te koop. Het apparaat dat draait niet op Android, maar op Migo. Ja, dat is een samenwerkingsverband tussen Intel en Nokia. En dat is een nieuw besturingssysteem waarmee beide bedrijven dit soort apparaten en ook mobiele telefoons willen gaan uitrusten. Ja. Waar je wat meer power hebt dan wat je normaal onder de standaard besturingssystemen hebt. Het is net als Android in de basis gebaseerd op Linux. Ja. En het is een samenvoegsel van wat Intel aan het doen was met Moplin. En Nokia was natuurlijk zelf ook al een beetje met Linux aan het rommelen. En op een gegeven moment zeiden ze, nou laten we dat eens gewoon samen gaan doen. We noemen het Migo. En dat moet volgens hun dan echt een ideaal besturingssysteem worden voor apparaten als mobiele telefoons en tablets. We hebben er nog niet heel veel van gezien. Nee. Maar die V-Tab is nu een van de eerste apparaten waarop Migo echt in het wild verkrijgbaar is. Ja, hij kost zo rond de 600 euro. Hij heeft een 32 gigabyte opslagcapaciteit. Ja, en je ziet het is een hele leuke tablet. Nou ja, zoals je verwacht van een PC-tablet. Een aantal USB-aansluitingen zitten erop. HDMI, SD-kaartlezertje. En er zit zelfs in deze uitvoering zo een 3G-module ingebouwd. Dus dat is echt helemaal compleet. Ja. Eigenlijk als je dan zeg maar het verschil maakt hardwarematig met de tablets, de iPad, dan is inderdaad die dingen als USB-sloot en een SD-kaartslot, dat maakt zo'n apparaat als dit toch wel een stapje uitgebreider. Maar zeker het scherm is wel een stapje terug. De kijkhoek en alles is toch duidelijk minder dan de iPad. Ja, ik zou wel bijna willen zeggen, die is afwezig. Want het idee natuurlijk van zo'n apparaat als dit is dat je het toen af en toe eens even neerlegt en dat je dan het toetsenbord oproept en dat je dan gewoon zo gaat zitten tikken. Maar dat is eigenlijk hier onmogelijk, want je kan het toetsenbord eigenlijk niet zien. Nou, het leuke van het systeem is dat je eigenlijk wat meer mogelijkheden tot je beschikking hebt. Je hebt meer het idee dat je de power eigenlijk hebt over het apparaat. Dat zie je hier ook. Minder beperkt is. Ja, kijk, je hebt hier dus bijvoorbeeld de mogelijkheid om hier door het startscherm heen, waar je allemaal gadgets kan plaatsen, waar je snel toegang hebt op bijvoorbeeld bepaalde websites. Het startscherm is eigenlijk één lange strook waar je dus allemaal je eigen gadgets en je eigen programma's op kwijt kunt. En als je vervolgens vensters opent, dan kan je die hier op het vensterscherm eigenlijk bekijken. En dan kan je bijvoorbeeld zo eventjes naar hardware info gaan en dan heb je hier dus aan de zijkant heb je weer hetzelfde trucje wat we net ook zagen, dat je zo door een lange pagina kan scrollen. Nou, dat zijn eigenlijk wel een beetje de meest geweldige features van dit apparaat. En dat is eigenlijk ook hetgene wat ik ook super positief vind aan de V-Tab. Deze manier van scrollen is eigenlijk wel heel erg handig. Ja. Het belangrijkste nadeel van het apparaat, en daar komen we nu eigenlijk ook bij, de hoeveelheid apps die hiervoor beschikbaar is, dat is op één hand te tellen die echt nuttig zijn. Er zijn heel veel van die soort gadgets waarmee je van Duitse websites het laatste nieuws kan volgen. Ook een aantal Nederlandse sites. Ja, voor de duidelijkheid, de V-Tab wordt ontwikkeld door een Duits bedrijf. Ja. En vermoedelijk zal de Makro die het in Nederland verkoopt, het ook wel via Duitse wegen hebben ingekocht. Ja, ze hebben iets met een hele grote Duitse keten te maken, Metro. En daar zal ongetwijfeld een warme band met het bedrijf achter Migo zijn. En Migo die heeft ook weer wat met Medium te maken. Dus ja, het ligt allemaal een beetje naast elkaar. Maar de apps die er zijn, het stelt allemaal niet zo heel veel voor. Het is een beetje de software maakt de tablet. Hè? Ja. Voor de iPad zijn natuurlijk inmiddels, weet ik maar niet hoeveel applicaties verkrijgbaar. Bij Android hangt het er een beetje om. Er zitten ook wel heel veel telefoonapplicaties, tabletapplicaties. Dat moet ik nog een beetje op gang komen. Maar V-Tab, dat komt bij beide niet in de buurt natuurlijk. Nee, ik had het mezelf ook niet voorgesteld. Maar toen ik dit apparaat in mijn handen kreeg, kon ik eigenlijk bijna niet wachten totdat ik eigenlijk Windows erop zou kunnen installeren. Helaas lukte me dat niet, want hij is beveiligd met een wachtwoord. Maar ik heb op het internet voldoende mensen gezien die zo'n ding hebben aangeschaft. En die ook gezegd van eigenlijk is dit onbruikbaar. En daar gewoon Windows op hebben gezet. En dat is natuurlijk een best wel grappig apparaatje voor het geld. Maar dan blijft natuurlijk staan dat Windows 7 en ook de andere Windows-versies natuurlijk niet echt lekker geschikt zijn voor gebruikers. Nee, maar dan kunnen we nog een positief woord eraan geven. Ja, wat ook een beetje gek is, het, bijvoorbeeld het configuratieknopje, dat zit hier rechtsbovenin. Ja, hoe vaak wil je dingen gaan zitten configureren? Dat is toch niet dagelijks, hoop ik. Nee. Dat raak je ook niet kwijt. En ja, de functionaliteit, ik zelf gebruik nog wel Gmail en deze versie van Migo, die heeft een nadeel dat hij af en toe gewoon de halve pagina van Gmail weergeeft. Dus dan heb je hier een leeg vlak en daar een stuk van Gmail en de andere helft ben je om de een of andere reden ben je kwijt. Dus ja, heel geweldig is het allemaal niet allemaal. Maar het is op zich wel heel grappig om natuurlijk een Atom tablet te zien. Technisch gezien is het best wel een aardig apparaat. 3066 768 schermpje zit erop. En het weegt ook niet zo heel erg veel. Wel opvallend is dat het ook die
ondanks dat die atomprocessor erin zit, dat die vrij warm wordt. Nou, was het de afgelopen paar weken was het best frisjes. Ja. Dus ik vond het op dat moment wel even fijn om hem in de handen te houden. Maar dat was niet zozeer omdat dat ik het nou zo'n handige tablet vond, maar om mijn handen even warm maar te krijgen. Het gaat geen ideaal apparaat zijn om in augustus mee aan het strand te gaan zitten. Nee. Nog afgezien van het feit dat je dan vermoedelijk helemaal niks ziet op het scherm. Nee, ja, het is dus een beetje een lastig product. Want als je de balans nu opmaakt, want je koopt natuurlijk hardware en software. Het is één ding. De WeTab is niet goedkoop, zo'n 600 euro. Ja, daar koop je ook een iPad voor. Goed, dan zonder USB-sloot en zonder SD-kaartslot. En als je in de aanbieding kijkt, dan kom je redelijk in de buurt van een Galaxy Tab. Dus ja, ik zie eigenlijk weinig reden om het te kopen. Dan is het toch gewoon, zeg maar, weggegooid geld. Ja, of je moet heel graag Windows op willen installeren.